Een nieuw evenemententerrein is geboren. Irresistible 2011 gaat Arnhem veranderen in een tropisch Ibiza aan de Rijn. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 april wordt er op het Roermondsplein tegenover de Blauwe Golven een nieuw dancefestival georganiseerd. Met de komst van dit evenement wordt de kroon op Arnhem gezet tijdens de Queen's Night and Day festiviteiten. Het 2000 vierkante meter grote festivalterrein zal tijdens deze twee dagen omgetoverd worden tot een waar houseparadijs. En dan in de stijl van het trendy party-eiland Ibiza. Sander, wat gaat er nou precies gebeuren met Koninginnedag? Nou, zoals u van Byron al hoorde, gaan we een nieuw evenementje hier neerzetten. Dat wordt een echt grote Ibiza dance evenement. Waarom gaan we dat doen? Omdat wij vinden dat Arnhem ook, en vooral de Rijnkade, dat het het gezicht van Arnhem moet gaan worden. En wij willen daar wel aan meewerken, zo op Koninginnennacht en Koninginnedag, om hier een goed evenement neer te zetten. Hier komt een fantastisch nieuw dance evenement, genaamd Irresistible. Volledig in het teken van de Ibiza-stijl. Achter ons wordt een heel groot podium gebouwd van 14 meter lang en 7 meter diep. Nou goed, dat wordt volledig verzorgd met professioneel dansentertainment. Zoals Sander al aan heeft gegeven, we hebben een mooi VIP-terras. En wordt hier helemaal omgetoverd tot het eiland Ibiza. Mooi uitgelichte bomen. Kom maar kijken. Beide bruggen zijn nu veroverd. Als je kijkt naar onze collega's met Beat the Bridge, die hebben de John Frostbrug veroverd. En wij doen hetzelfde met de Nelson Mandela brug. Als het dit weer wordt, dan wordt het natuurlijk sowieso al super. Wat is de line-up? Kun je het vertellen? Is het toch geheim of is het al openbaar? Nou, hij is nog redelijk geheim, maar er zijn wel wat namen die je kan noemen. We hebben onder andere Jason Bourne, dat is onze resident DJ. Nou goed, daarnaast hebben we House Intelligence. We hebben DJ Fides, Helene Differentie. En voor Arnhemse begrippen wellicht ook bekend Sin City Jazz. Dat zijn niet de minste namen ook. Nee, absoluut. En dat wordt ook nog eens aangevuld met in ieder geval live performances. We hebben een flamenco fusion gaan we ook brengen. We hebben een percussionist die de Rolling Congas in ieder geval volledig tot zijn recht laat komen. Dus ja, er is wat dat betreft voor ieder wat wils. Nou, is een goede party natuurlijk als afsluiting niet goed als er geen goede afterparty is. Maar daar hebben jullie vast over nagedacht. Absoluut. Ja, het festival is twee dagen. Het is een gratis festival. De 29e starten we op het Roermondsplein. En de 29e hebben we dus uiteraard ook nog een afterparty. Die zal plaatsvinden in de Max Brothers, die locatie hier achter ons. Nou goed, daar starten we zo'n beetje rond 11 uur. En dan trekken we nog even door tot in de late uurtjes, tot een uur of vier. Ja, en daar wordt gewoon een muzikaal hoogtepunt neergezet. Dus ja, absoluut weer iets om wat je niet mag missen. Het festival is gratis te bezoeken en biedt een internationale house sound, waarbij zowel chill lounge, deep house en funky tech house de revue passeren. Deze muziekstijlen worden aangevuld met rolling congas, vocals, spetterende live performances en hoogwaardig entertainment. Een spectaculair buitenpodium, een sfeervol VIP-terras, diverse cateringmogelijkheden en een mooi Aziatisch decor. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Vanaf vandaag ieder half uur te bekijken. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog een keer terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Muzikaal genieten met Marieke Jager. Zometeen in UTV. Direct na het weer, hier op kanaal 13.